Hallo Meloten. Welkom bij de video die in zijn geheel over Lennart gaat als mol. De beste hints en theorieën heb ik voor je verzameld en samengepropt in één video. En ja, Lennart is op dit moment hoofdverdachte, dus er zijn ook best wel veel hints en aanwijzingen naar hem. Ben je toch van mening dat een van de andere finalisten de mol is? Klik dan even de i rechts boven in beeld aan, daar kun je ook de video's over hen bekijken. Vergeet niet om aan het einde van de video even een duimpje omhoog te geven en te abonneren op dit kanaal, want dan blijf je op de hoogte van de nieuwste video's die hier op dit kanaal verschijnen over de mol, maar ook over wie is de mol. Heel veel kijkplezier! Tijdens de introductie aan het begin van het seizoen vertelt Lennart over zijn bijzondere huisdier, de axolotl. Laat de axolotl nou een salamander uit de familie mol-salamanders zijn. In de eerste opdracht van het seizoen staat Lennart op een gunstige mollocatie. Door bij de achterste linie te staan, weet hij of de mol in het andere team is uitgeschakeld. Wanneer dat het geval is, kan hij een van de overige aanvallers laten passeren. Zo zal Lennart mee op reis gaan en wordt er meteen geen geld verdiend. Af en toe kunnen de programmamakers de mol de opdracht geven om een bepaald scenario te creëren. Bijvoorbeeld aflevering 2 starten met 10 kandidaten in plaats van 9. Wellicht is dat gebeurd tijdens de opdracht met het namen zoeken. Niemand valt af aan het einde van de eerste aflevering en wellicht omdat de mol de naam van de afvaller weet te vinden. In dit geval vindt Lennart de naam van Dami. En, wellicht niet opvallend, is dat zij in aflevering 2 alsnog afvalt. In aflevering 2 haalt Lennart bij de carpool karaoke €346 op. Een niet al te hoog bedrag, maar het uitbeelden van woorden aan Jasmin en Dami gaat Lennart nog slechter af. Tijdens de wijnopdracht is Lennart bij de tweede deelopdracht druiven aan het halen die gestampt moeten worden. Lennart is erg lang weg in het druivenveld. Later komt Lennart bij Gilles aan met 2 wijnglazen die net niet tot het streepje gevuld zijn. Zo voorkomt hij dat er €400 bij komt in de groepspot. In aflevering 3 is er iets vreemds aan de hand tijdens de hypnoseopdracht. Allereerst moet Lennart zijn been zo lang mogelijk omhoog houden wanneer hij in een plankhouding ligt. En omdat hij dit zonder hypnose langer volhoudt dan met hypnose, levert het geen geld op. Maar dan moet Lennart een dicté maken en bij de kleur blauw zal hij door de hypnotiseur mentaal ontregeld worden. En omdat de hypnose nu opeens wel aanslaat en hij het dicté niet afmaakt, wordt er wederom niks verdiend door hem. Blauw en dan zie ik heel veel gaten. Later in aflevering 3 bij de domino-opdracht kiezen Lennart en Annelotte voor het geld. Iets wat bij de overige kandidaten wordt toegejuicht, want ze kiezen niet voor pasvragen en dus ook niet voor zichzelf. Ze zijn de enige debielen dat voor geld zijn gegaan. Tijdens de opdracht kunnen ze een domino-steentje ter waarde van €1000 verdienen. Lennart moet een origami-figuurtje omschrijven en Annelotte vouwt hem zonder elkaar te zien. Maar één vouw wordt anders uitgevoerd. Nee, het is niet juist. In aflevering 4 is de mol één van de voetballers. En het lijkt wel alsof de kandidaten met een man minder op het veld staan. Want Lennart gaat nogal vurig op de tegenstander af, waardoor hij ondersteboven komt te liggen. Een opvallende positie van Lennart die wellicht naar het begin van het seizoen kan verwijzen. Hierin wordt namelijk gesproken over de verrader in de groep terwijl de camera ondersteboven hangt. Bij de binge-watch opdracht lukt het Lennart de stokken met teksten niet voor de camera te krijgen. Dit omdat hij niet op de juiste positie staat. Even later moet hij op de zipline goed getimed een spandoek met tekst laten zien. Goed getimed gaat dat zeker, buiten het zicht van de camera wel te verstaan. Zo wordt er in ieder geval €1000 minder verdubbeld. De molacties gaan verder in de 5e aflevering tijdens de videoclip van Takeo Ishii. Lennart zet zijn handen op de grond neer tijdens de slotact van de clip. Dit is niet toegestaan, waardoor dit onderdeel geen geld oplevert. En ook het ademinhouden in de opdracht erna levert geen geld op. De tijd van de mol, 2 minuten en 39 seconden, wordt met de neergezette tijd van Lennart, 52 seconden, niet overschreden. Dan deed de mol, voordat hij op reis ging, het toch een stukje beter. In aflevering 6 gaat Lennart samen met Jasmin het veld in om verschillen te zoeken. Al snel vinden ze het verschil van het mannetje op de vinger. Lennart plaatst een cirkel rondom het verschil met graffiti. Echter wordt deze cirkel later gebruikt in de montage om alle verschillen aan te duiden. En slaat Lennart bij de biedingen de genadeslag als mol door €10.000 uit de pot te bieden. Er is heel
hoog geboden. Doordat Philippe gekeken heeft, staat hij in het middenpunt van de belangstelling. Lennart weet zich er goed van af te maken door met simpele beredeneringen te komen. Ik denk dat het de eerste keer is dat ik aan mijn eigen denk. En aangezien we blijkbaar met een bende egoïsten zitten, mag ik eigenlijk ook wel eens aan mezelf denken. Zo heeft iedereen dit seizoen wel eens voor zichzelf gekozen in plaats van voor de groep. Tot slot gebruikt Lennart het woord in aflevering 7, waardoor 1500 euro verloren gaat en hij rechtstreeks naar beneden stort. Is Lennart ook jouw mol? Laat het even weten in de reacties onder deze video. Vond je de video leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te geven en klik een van de video's hiernaast aan die over de andere finalisten gaan. Graag tot de volgende video!